We zijn hier in het Kippenbos tussen Oud-Alblas en Nieuw-Lekkerland. Daar zijn in no time eigenlijk weer 70 hanen gedumpt. Dat gebeurt hier regelmatig. En dat is toch een probleem gezien de vogelgriep en de tijd van het jaar. Het is koud, het is nat, ze hebben geen beschutting. Dus dat is een slechte zaak. En ja, dierendump is sowieso een slechte zaak. Maar zeker in dit jaargetijde en met de vogelgriep in het gebied. Wij voeren ze gewoon elke dag. Ten eerste omdat wij een beetje dierenvrienden zijn. Ten tweede, het deugt gewoon niet dat ze hier zitten. Dat is natuurlijk het hele punt. Maar hanen, ja, die zijn gewoon niet gewild. Dat zie je hier, kijk, ze worden zomaar hier neergegooid. Want die zijn lastig, laat ik het zo zeggen. Ja. Mannetjes, beetje vervelend. Ja, mannen zijn altijd lastig. Ja, en hier kun je zien dat ze echt allemaal onbeschut rondlopen heel de dag in de stromende regen en weer of geen weer. En dan zie je ook dat er hanen bij lopen met hele verkalkte poten zoals daar. Dus er lopen er best wel wat bij die iets mankeren. En vandaar dat de opvangen daar vaak heel erg huiverig mee zijn om dit soort hanen op te nemen. Omdat je nooit weet wat ze mankeren. En zeker nu met het hele vogelgriepverhaal en dergelijke speelt dat allemaal mee. Dat is echt onwijs zielig. Dat is inderdaad onwijs zielig. En het is eigenlijk, vind ik, dat je het als mens zijnde tegenover de dieren gewoon niet kan maken. Je houdt dieren, maar zorg er dan nog goed voor en dump ze niet in de natuur. Dat is het allerlaagste wat je kan doen. En het is wachten op de weersomslag die eraan zit te komen. En dan kun je per dag de dode hanen gaan tellen. Want als er sneeuw komt en er komt vorst, ja, dan gaan ze gewoon niet redden. Zeker niet zonder de beschutting.